En de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO registreert bankrekeningnummers van de bushouders voor de COVID-compensatie. De PLO heeft afgelopen donderdag deze compensatie ontvangen van de overheid. PLO-voorzitter John Mahadeo Singh zegt dat het hierbij gaat om de betalingen over de maanden mei en juni. Hij wijst erop dat de betaling aan bushouders niet meer zal plaatsvinden via cheques, maar via bankovermakingen. De gelden zullen worden overgemaakt op de rekeningen van de bushouders. De PLO is overgestapt op overmakingen omdat de dagopname bij de bank gelimiteerd is. Wij per dag maar 25.000 SRD van onze rekening mogen lichten. Dus we kunnen de mensen geen checks geven, anders ga je met zo'n check elke dag naar de bank moeten gaan. En als we 4 mensen hebben geholpen, 5 mensen, dan is die limiet al bereikt. Dus vandaar dat wij besloten hebben om het geld over te maken op de rekening. Dus die drukte wat u hier zag, zijn mensen die hun rekeningnummers hebben afgegeven en dan gewoon het geld verwerken en overmaken. Volgens het registratie wat wij hebben gehad, zijn er 1350 bushouders die wij ook in ons bestaan hebben, die wij dus ook de brandstofcompensatie betalen. Dus vandaar dat we wisten dat er 1350 bushouders zijn en die krijgen elk per maand 2000 SRD. Mahadeo Singh zegt dat de PLO nog niet is geïnformeerd over de nieuwe protocollen voor de bushouders. Er is onder meer veel onduidelijkheid over het aantal passagiers dat in de bussen mag worden vervoerd. En ook hebben we de minister aangeschreven dat wanneer we gaan rijden met het aantal mensen in de bus, zeg maar 10 of 11, wat gebeurt er dan met de rest? Want wij gaan dan minder verdienen en terwijl we dezelfde bedragen, dezelfde onkosten hebben per dag. Sorry, geen bedrag, maar we hebben dezelfde onkosten per dag. Aan brandstof en de chauffeur lonen. Ja. Die gaan niet minder worden, toch? Je bedoelt, je gaat door met de kosten, gaan door. Maar wie vergoedt ons dat verschil? En daarover wordt er niet gesproken. Niemand. Ik heb het voorgelegd ook aan mevrouw Vera en die zou het doorgeven. Het is niet haar taak, zegt ze. Ik zeg nee, ik weet dat het niet uw taak is, maar laat de overheid met ons praten, toch? Ja. En de minister wil niet eens praten met ons. Dat was John Mahadeo Singh aan de telefoon. Hij is voorzitter van de particuliere lijnbushoudersorganisatie. We spraken hem in verband met de uitbetaling van de COVID-compensatie.